Dames en heren, goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Je Geld en Je Leven. Bij mij aan tafel, zoals gewoonlijk, goede gasten. Om te beginnen met René Boon, fiscalist. Welkom René. Dankjewel. Johanna Verhoef, jij zal ons bestoken met vragen weer vanavond een casus voorleggen en daar gaan we over praten. Jan Brouwers, welkom, bierbrouwer, gastheer voor ons. We zitten in het koetshuis, prachtig. En Leo Kok, onze huisnotaris. Dankjewel. Ook welkom. En wij gaan eerst naar Johanna toe, want jij hebt er een heel mooi verhaaltje voor ons. Ja, klopt. Ik heb een probleemsituatie geschetst over Egbert en Lisa. En Egbert en Lisa die wonen samen. En ze zijn niet getrouwd, ze hebben niets op papier staan. Egbert heeft 4 kinderen, 4 jongens. Lisa heeft 1 meisje. En om het even compact te houden en bespreekbaar is eigenlijk de kern van het probleem. Lisa heeft schulden uit haar vorige huwelijk en Egbert heeft vermogen. Maar de ex van Lisa, Steven, betaalt niet. Lisa doet haar best om met wat zij zelf verdient haar het gedeelte van de schulden af te lossen. Steven doet eigenlijk net niks. Ook niet als het gaat over het onderhoud en opvoeding van het meisje wat we samen hebben. Dus het lijkt allemaal op Egbert zijn schouders terecht te komen. Maar de grote vraag is, kunnen die schulden ook bij Egbert terechtkomen? En Egbert is de nieuwe man, zeg maar. Ja, de nieuwe vriend. Inderdaad. En inderdaad, in juridische vorm niet. Dus ze wonen samen. Ze voeden ook samen die 5 kinderen op. Maar ja. Ze hebben niks vastgelegd. En Lisa heeft een dochter. Lisa heeft een dochter, en ja. En waar woont die? Die woont ook bij Egbert en Lisa. Alle 5 kinderen wonen bij Egbert en Lisa. De permanent? Ook. Of woont het meisje ook af en toe bij haar biologische vader? Nee, die wordt wel opgehaald, zeg maar, op zaterdag, 1 keer in de 2 weken. Het is allemaal vrij problematisch, maar geen gedeeld ouderschap. In die zin dat ze ene week hier, andere week daar. Ze wonen allemaal hoofdzakelijk bij Egbert en Lisa. En die 4 jongens gaan wel naar hun moeder. Eens in de week, op zaterdag of op zondag. Het is een typisch fusiegezin, hè? Zo noemen wij dat. Niet alleen wij hoor, maar het is een vrij algemeen begrip. En de vraag doet zich niet dagelijks, maar wel bijna dagelijks voor. Want steeds meer mensen hebben voor de tweede of de derde keer een relatie. En uit die diverse relaties zijn dan kinderen voortgekomen. En van wie zijn dan die kinderen en wie is waarvoor verantwoordelijk? Die vragen die zijn er eigenlijk steeds weer. Huwelijkse voorwaarden maak je als je wil vermijden dat de een risico loopt door het ondernemen of het beroep van de ander. Samenlevingscontracten, daar wil je ook vastleggen. Wat is van wie, om te vermijden dat er verhaal wordt gepleegd. Dus het vraagstuk wat je neerlegt is een vraagstuk van alle dag. In ieder geval is het zo dat als ze kinderen hebben die van beiden zijn, niet van hen gezamenlijk, maar die van hen ieder individueel zijn, en ze zouden trouwen, dan is het zo dat je ook verantwoordelijkheid krijgt financieel gezien voor je stiefkinderen. En dat is natuurlijk voor hen niet onbelangrijk. Dus een huwelijk, daar zou je van kunnen zeggen, de dochter van Lisa, ja, die komt dan ook onder de onderhoudsplicht van, hoe heet hij ook weer? Egbert. Egbert, ja. Daar moet je je wel realiseren. Dus het ligt wel voor de hand om dat dan niet te doen. En als je gaat trouwen los daarvan, hoe zit het dan met de schulden van Lisa uit haar vorige huwelijk? Gaat Egbert daar automatisch mee aan de haal? Of moet hij die betalen of is dat nog te voorkomen? Kijk, elke tweede relatie zou ik in beginsel kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Laten we dat voor opstellen. Want je wordt al snel geconfronteerd met het verleden van de ander. En dan is er veel voor te zeggen om dat sowieso maar als uitgangspunt aan te nemen. In beginsel is het dan zo dat je niet zomaar aansprakelijk bent voor de schuld van de ander. Jij hebt hem niet doen ontstaan. Jij hebt hem niet aangegaan. Dus die ander wordt daar dan niet door aansprakelijk. Maar let wel op, dat is alleen maar zo bij huwelijkse voorwaarden. En de gros van de mensen schrikt daar toch nog steeds voor terug. Om je trouwt in gemeenschap van goederen. En op dat moment is Egbert gewoon het haarsje aansprakelijk voor de... Nou, niet aansprakelijk, maar draagplichtig. Draagplichtig. Voor de schulden van de ex, of voor Lisa en de ex-man. Ja. Waarbij ook nog even de vraag was de gemeenschap van goederen, waar ze in getrouwd waren of niet? Lisa was een gemeenschap van goederen getrouwd, ja. Dan ben je voor ieder hoofdelijk aansprakelijk. Maar als ze zo gewoon samenwonen. En er staat niks op papier. Nu is er dan niet direct een dreigend risico. Want ik hoor jullie al praten over in welke vorm je deze relatie dan weer gaat gieten. Maar
Ja. Nu zo kaal. Nou ja, als dit voor hen voldoende is, dan is het zo dat het minste risico is om het zo te laten. He, want er is dan niet een risico dat een derde kan zeggen, jij bent verantwoordelijk voor de schulden van de ander. Dus als zij hier genoegen meenemen, he, dus met het vrije samenwonen, ja, dan kan dat. Alleen, maar dan is er niks geregeld. Dan mis je ook een aantal beschermingen die de wet weer geeft aan mensen die wel getrouwd zijn of wel een samenlevingscontract hebben en wel een testament hebben en dat soort zaken meer. Ja, dus uiteindelijk zullen ze over een jaar of twee of drie jaar toch weer in diezelfde richting gaan. We denken al een stukje verder. Huwelijkse voorwaarden. Ja, precies. Maar het is niet zo. Maar ik stel mijn vraag omdat Egbert en Lisa niet in een dermate risicovolle risicovolle situatie zitten, dat jullie zoiets hebben van regel het morgen. Want nee, het antwoord op je vraag als Steven langskomt. Het specifieke antwoord op je vraag is, ze moeten niks doen. Voorlopig. Alleen als je wat verder nadenkt en zegt van, goh, ze wonen samen, kinderen wonen allemaal bij elkaar. Mm-hmm. Als Egbert wat overkomt, hij overlijdt, wil hij misschien dat Lisa met de kinderen in dat huis blijft wonen. En hij heeft vermogen, dan wil hij ook dat ze wat erft. Dan is het wel fijn dat ze als partners worden aangemerkt. Ja, en inderdaad. Dat worden ze nu niet. In deze situatie zijn het geen partners van elkaar. Daarvoor moet je wat doen. Is die vrouw van Egbert, de ex-vrouw van Egbert, automatisch dan buiten beeld? Of als Egbert overlijdt? Of krijgt hij ook nog wat mee? Nou, dat is misschien iets voor Leo om even. Nou ja, wie zijn erfgenaam? Dat zijn de echtgenoten en de bloedverwanten. En als je gescheiden bent, heb je geen contact meer, geen relatie meer. Ja, precies, ja. Wat je wel moet regelen, vind ik, dat je vermijdt dat via die kinderen toch die vorige partner nog iets kan erven. En dat kun je in een testament ook weer regelen, dat dat tegengegaan wordt. Dat in die kinderen, anders gaat het eventueel naar je vorige partner. En meestal is die relatie niet goed. Met die vorige partner bedoel ik. Je zou dus, als je dus extra wil straks bij overlijden, zou je partner moeten willen worden. En dat kan via een samenlevingscontract te sluiten. Daar hoef je niet voor te trouwen, dan ben je het ook. Maar dan heb je de aansprakelijkheden waar we het over hadden. Voor het kind van Lisa, et cetera. Met een samenlevingscontract lijkt het dat je het beste van beide werelden hebt. Je hebt geen externe aansprakelijkheid of draagplicht voor de schuldeisers van Lisa. Ja. Maar je bent wel partner van elkaar voor de toepassing van de successiewetgeving, waardoor je Egbert Lisa kan laten erven zonder dat ze er erfbelasting over hoeft te betalen. Van elkaar? Van elkaar. Maar zij ook wat er via hun ouders naar hen toe komt? Ja. Ja, het is zelfs zo, dat is nog niet zo lang zo, dat ook de kinderen van de ander, ondanks het feit dat ze niet getrouwd zijn, toch ook in dat kader stiefkinderen zijn. Dus in een samenlevingsverhouding gaan toch ook die kinderen van die anderen gaan meetellen als kinderen. Als je wil, hè, fiscaal. Als dat je niet, wil, ja. Het hoeft niet. Nee, het is geen verplichting. Het is niet van rechtswegen zo. Je wijst ze aan of je wijst ze niet aan. Het is het beste. Kijk, laat ik het zo zeggen, als dit soort situaties zich voordoen, waarin je die fusiegezinnen hebt met kinderen uit meerdere huwelijken en zo, dan is verdient het altijd aanbeveling om advies te gaan inwinnen. Zo complex is het namelijk. En deze mensen moeten gewoon naar die notaris toe, maar niet misschien morgen, maar wel in de loop der tijd komen ze vanzelf terecht. Maar in een wat meer eenvoudige situatie, bijvoorbeeld het huurrecht van een partner. Zodra je getrouwd bent of echt partners bent, kan die partner die huurrecht als het ware voortzetten. Maar dat is niet zo als je zomaar vreemden van elkaar bent. Inderdaad, dus ze lopen wel een risico. Ze morgen wat met Egbert gebeurt, dan staat Lisa met 5 kinderen. Ja. 4 zijn er niet van haar. Ja. Die gaan hoogstwaarschijnlijk terug naar hun moeder. Want dat hebben ze nu zo geregeld. Die nog leeft wel, ja. Ja, de moeder van die 4 jongens is er nog. En dan zit zij in een huis wat niet van haar is, met een dochtertje en een hoop schulden. Ja. Dus En die kinderen zijn dan waarschijnlijk erfgenaam van hun vader. In principe is dat zo. Die 4 kinderen erven van Egbert. En die bepalen wat er met zijn vermogen gebeurt. En de positie van Lisa en haar dochter is dan zeer ongewis. Dan kan het ook nog zijn dat die ex-vrouw weer met die kinderen in dat huis gaat wonen. En dat ze daar tegenover elkaar staan. In theorie kan het zo zijn dat de moeder van de kinderen die eigenaar zijn van dat huis. Hè, want dat is in jouw voorbeeld zo. Dat die daar gaat wonen, ja. Ja. Zeker. Inderdaad. Ja. Okay. En zo worden soaps geboren. Ja. Inderdaad, als ze allemaal blijven, dan wordt het een mooi verhaal. Ja. Dus advies, ga vooral naar de notaris. Ja, wat je net vroeg, zet me even aan het denken. Want wat als nu Egberts vader geld wil geven, maar dat geld moet niet... Dat bedoelde je toch? Ja. Dat geld moet niet naar Lisa en al helemaal niet naar Lisa's kind. Zolang er niks is, geen overeenkomst, is geen probleem. Egbert krijgt het geld en die zegt, mooi, zet op de bank. Maar zodra ze
wel iets gaan maken. Dus gaan de notaris toe en zeggen, god, het is helemaal ingewikkeld. Maar dat zegt de notaris, het is ingewikkeld. Dus gaan ze naar de notaris, gaan ze een contract maken. Dan erft Lisa gelijk mee. Of althans, die deelt gelijk mee. Lijkt mij. Maar dat hoeft niet. Nee, maar precies. Maar ik zou er bijvoorbeeld niet, stel voor, ik zou dat niet willen. Hoe voorkom ik dat dan? Hè? Ja, nou, je bent niet de enige. Dat is de anti-schoonzoon of anti-schoondochterbepaling maak je dan. Dat is zeg maar een uitsluitingsclausule, hè. Dan zorg je dat het van je eigen kind blijft. En als je dat nog wil uitbouwen, dan kun je ook nog bepalen dat het niet via jouw kind, hè, als erfgenaam terecht kan komen bij die partner. Want dat is eigenlijk nog iets anders, hè. Dus twee dingen, echtscheiding regel je uitsluitingsclausule en erfrecht regel je via een zogeheten tweetrapsmaking. Allebei zijn testamentaire bepalingen. Ja, dus als grootouder of als ouder zeg maar, van Egbert, als ouder kun je helemaal zelf bepalen hoe je vermogen wil wegsluizen. Ja, bij testament, dat kan ook bij de schenking. Hè? Dus stel dat je in het kader van de nieuwe wetgeving René die ton schenkt. Ja. Hè? Dan kun je zeggen, die ton is alleen voor mijn kind. En zodra mijn kind overlijdt voor mij, dan gaat het niet naar de erfgenamen van dat kind, maar dan gaat het naar, X, Y, Z. Waarbij je de vraag is of je dat moet willen. Ja. Maar meestal moet je in ieder geval regelen dat als dat kind gaat scheiden, dat dan niet de helft van die schenking bij de ex-partner terechtkomt. Dat dus de zogenaamde koude uitsluiting. Dus de uitsluitingsclausule in een schenking. Een schenking kun je doen onder condities. En een van die condities is dat de schenking die je doet aan je zoon of je dochter, maar dat die niet moet terechtkomen in de gemeenschap van goederen of in de gemeenschap. Maar als je bij testament doet, wat jij net zei, Leo, dan dat is toch de zogenaamde koude uitsluiting? Nee, dat is huwelijksvoorwaarde. Het woord op zich kun je altijd gebruiken trouwens. Hè? Maar je moet echtscheiding doe je via een uitsluitingsclausule. Tweetapsmaking gebruik je om het nog een stapje verder ook te regelen. Je regeert vanuit je graf dan. Ja. Het gaat naar een volgende generatie of naar iemand anders. En dan kun je er ook nog iemand aanstellen die dat dan maar moet gaan beheren. Hè, om dus te vermijden wat Jan schetst, dat het op de verkeerde plek of voor het verkeerde doel wordt ingezet. Dus dan wordt er een bewindvoerder ook aangewezen. De koude uitsluiting waar jij het over had, dat is typisch in geval van huwelijksvoorwaarden. Als je gaat trouwen, dat je dan de andere partner op geen enkele wijze laat meedelen in het vermogen wat je al hebt op het moment dat je gaat trouwen. Je sluit dan de ander compleet uit. Ja. Dus dat is bij huwelijk. Dat is niet bij testament of bij schenking. Dat is een andere situatie. Wat gebeurt er nu met die stiefkinderen? Even ervan uitgaan dat Egbert en Lisa trouwt. En je zegt, maakt dan twee stapjes, de partner niet. En eventuele erfgenamen van die partner niet, of erfgenamen van mijn kind. Maar als die stiefkinderen door het huwelijk ook de verantwoording van Egbert worden, kan je die dan uitsluiten als opa van je niet-stiefkinderen? Zeg maar? Ja, je kunt ze wel uitsluiten, ze zijn geen bloedverwant, hè? Want dat is de norm. Ze zijn geen bloedverwant. Maar wat je vaak ziet in die opvolgende huwelijken, dat in de loop der tijd ontstaan er nieuwe gezinnen. En dan wil die ouder die andere kinderen ook als zijn eigen kinderen behandelen. He, dus dan krijg je, we hebben uiteindelijk vier kinderen, twee van de een, drie van de ander en nog een van, dat moet je je voorstellen. En wat moet er nou gebeuren als de langst levende van ons beiden weg is? Moeten dan al die kinderen hetzelfde stukje hebben? Of moet zij meer of hij meer? Of hangt dat er vanaf waar ze vandaan zijn gekomen? Dat is ook een hele puzzel. En ik kan je zeggen, vaak begint het anders dan dat het eindigt. Want naarmate zo'n gezin langer draait, wordt het steeds meer een echt gezin. Ja. En dus die mensen kinderen gelijk behandeld. Ja, dat is eigenlijk dat wat hoeft men... Niet. Dat hoeft niet, nee. Maar dat doet de wet niet, dus? Nee. Dus dat moet je dan gaan regelen. Kies je zelf voor. Als je gedeeltelijk bloedverwante kinderen hebt en gedeeltelijk aangetrouwde kinderen, dan moet je dus dingen op papier gaan zetten als je gelijke behandeling wil voor allemaal. Ja, zeker noodzakelijk. En anders krijg je hele grillige effecten, want daardoor kan het ene kind in één keer twee keer zoveel erven dan het andere kind. En dat vinden mensen ook weer niet leuk. Nee. Maar dat heeft te maken met wanneer erven ze. Ja. Dus dat los je vaak op door ze allemaal dezelfde positie te geven. Mits die verhouding goed is. Is jouw vraag beantwoord, Johanna? Ja, volgens mij komt het neer op een bezoekje aan een notaris, of niet? Nou, René mag ook een bijdrage leveren, een denk ik. Fiscalist. Meestal geven wij de voorzet en komt de notaris erin. Maar in ieder geval even gaan praten met mensen die in de specifieke situatie niet stil blijven zitten. Zeker niet. Ook niet doorsturen voor leuke dingen te gaan doen, dan alleen maar een notaris. Wij doen ook leuke dingen, hoor, Jan. Goed, dankjewel voor je vraag. Wij hebben ook in elke aflevering een kijkersvraag. En vandaag zit de kijker die normaal voor de televisie zit bij ons aan tafel. Jan, jij hebt een vraag voor ons. Ja, we hebben het hier over erfrecht en over hoe regel je allerlei dingen.
waar ik in het verleden natuurlijk veel mee te maken had, met auteursrecht. Dus je ontwerpt iets en het wordt in bruikleen gegeven, het wordt in gebruik gegeven bij de opdrachtgever. Maar van wie blijft het nou? En een voorbeeld is bijvoorbeeld, ik heb de Velus 5 bedacht, zo even tussendoor. We hebben een leuk ontwerpje gemaakt. Dat is klaar. Jan, de schavuit. Pardon, dat is een, het spreekt voor zich eigenlijk, een schavuit. Dat is natuurlijk een biermaker, dus het moet een duidelijke zaak zijn. maar goed, dat is het merk voor het Velus bier. Dus het bier van wat in Apeldoorn gebrouwen wordt. In de Vlijt op de oude Zwitserlandterrein. Allemaal leuk bedacht. Het wordt in gebruik genomen. Er wordt gebrouwen door een vereniging. Later wordt het door een BV gemaakt. Waar blijft nou dat eigendomsrecht? En de auteurswet, zover ik altijd wist, schrijft voor dat het bij de auteur blijft. Het gebruiksrecht gaat naar degene die de opdracht heeft gegeven. Maar dat wil zeggen, wanneer kan ik een keer innen als auteur? Ja, wanneer kan ik een keer geld beuren? Nou ja, dit gaat over intellectuele eigendom. Hè? En je hebt verschillende soorten van intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom is dus niet een glas of een stuk hout of een stoel of zo. Nee, dus je hebt iets bedacht. Dat is een intellectuele eigendom. En dat kan zijn omdat je een leuk boek geschreven hebt of een gedicht geschreven hebt. Maar dat kan ook zijn omdat je iets hebt ontworpen, een model van iets hebt ontworpen. Een fiets of een auto of zo, dat is een model. En je kunt ook iets, een technische uitvinding, dat is een octrooi. Hè, dan heb je een proces bedacht. En je kunt ook een merk hebben bedacht. Denk maar even aan Zwitser, dat valt toevallig even. Zwitser is een merk. En je kunt eigenaar zijn van zo'n bedenksel. Hè, dus het is gewoon een goed in die zin. En dus ben je daar eigenaar van. De vraag is alleen, ja, wie is nou die eigenaar op enig moment? Als ik tegen Jan zou zeggen, Jan, wil je voor mij een ander merk ontwerpen dan dat ik nu heb? Dan krijg ik gewoon een rekening van hem en dan levert hij aan mij dat, ja, dat model. En dat is dan van mij geworden. Dan gaat de eigendom over. Dan gaat de eigendom over. Tenzij je iets anders afspreekt. Je kunt ook een soort licentie hebben. Hè, dat hij zegt, ik heb iets bedacht, dat mag jij gebruiken voor die periode. Maar je moet er wel periodiek iets voor betalen. Hè, dus een soort abonnement. Nou, als je het nu hebt over het biermerk, dan zul je heel goed moeten kijken van hoe is dat nou precies gegaan? Wie heeft nou aan wie opdracht gegeven? En toen het gebruikt werd, wat is dan de titel, zeggen wij? Wat is de overeenkomst geweest waaronder je dat mocht gebruiken? Nou, als Jan op een zolderkamertje in een hoekje heeft zitten bedenken de naam Velus Schavuit en tegen de mensen in zijn omgeving, in de organisaties in zijn omgeving, ach, jullie mogen dat wel gebruiken, dan is het daarmee nog niet automatisch eigendom van die club geworden. Want je kunt iets uitlenen, je kunt ook een glas weer uitlenen, ook een idee, ook een naam. Maar het is natuurlijk eigenlijk een voorbeeld van zoals het niet moet. Je moet het juist goed vastleggen. Wat is het van wie is het? Maar het was in het verleden zo dat als je bijvoorbeeld een brochure liet ontwerpen door een ontwerper, dan ging je er 2000 van drukken en dan kreeg je min of meer toestemming voor, er stond nooit op papier, ging je weer 2000 te drukken en dan zei die ontwerper, oh, ik krijg nog wat rechten. Ja. Dus zou ik zeggen, joh, als je nou 10.000 flesjes bier verkoopt, dan daar is het ongeveer voor bedoeld, maar ga je er 100.000 verkopen, dan kom ik nog een keer terug. Ja. Nee, maar daarom is vastleggen ook heel belangrijk, Jan. Dat kan je dus allemaal gewoon op papier zetten. Ja, dat moet je, zou ik zeggen, op papier zetten. Ja. Dat voor je het weet wordt het heel succesvol. Ja. Maar denk maar eens aan televisieprogramma's. Hè. Hoeveel formules zijn er niet bedacht voor televisieprogramma's? En daar wordt ook over geprocedeerd. Hè. Dan wordt het gepikt en dan net een beetje veranderd en zo. Ja. Dat is schering en inslag. Dus je moet heel goed vastleggen. Wat heb ik bedacht en van wie is het? Vaak gebeurt dat niet. Hè? Er zijn beginnende ondernemingen, beginnende ondernemers. Het laatste waar ze aan denken is om een contract te laten opstellen. Ze zijn wel eens iets van Disney gebruikt. Ik weet niet meer welk tekentje dat was van Disney uit Amerika. Er zat zo'n pak papier bij wat we moesten tekenen, pagina voor pagina, om vast te leggen dat we dat verder niet mochten gebruiken dan die ene keer. Ja. En dat doen wij nooit. Dick Bruna, bekend ontwerper, tekenaar. Die had vroeger een vriend van mij in dienst alleen om wereldwijd te voorkomen dat er misbruik werd gemaakt van de tekeningen van Dick Bruna. Is niet helemaal gelukt, maar... Nee, die Japanners hadden het alweer graag gevonden. Ja. Goed, Jan, is jouw vraag beantwoord? Jawel, ja, ik denk dat ik nog eens pak papier ga maken, net zoals de Amerikanen. Ja, biertje erbij. Goed, dankjewel. Jullie ook allemaal bedankt. U thuis bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering.